Ik ben Demi, ik ben 11 jaar oud. Ik ben van de Vossenstraat in Hal. En we hebben deze graven geadopteerd en die gaan we vandaag schoonmaken. Ja, kom maar, kom maar. Nee. We gaan het tuintje dat ervoor ligt, die gaan we een beetje schoffelen, het onkruid weghalen, het gras weghalen. En we gaan met de borstels gaan we de graven schoon borstelen, zeg maar. Gewoon met water. De planten daar gewoon water geven. En we proberen het altijd heel erg goed te doen. Respect tonen en ja, ze verdienen gewoon iets bijzonders, want ze hebben gewoon voor onze vrijheid gevochten. Je zit in een groot gevecht waarvan je weet dat het je einde kan zijn, zeg maar. Dat lijkt me echt wel heel erg om dat mee te maken. We hebben altijd hier zo een herdenking. Daar maken we allemaal een erehaag. Daar lopen dan alle oudere mensen doorheen. Er kwamen de kinderen van iemand die hier ligt, die kwamen hier zo hun vader herdenken. Ja, die was iedereen heel erg dankbaar. Die ging met iedereen die er stond even praten en ook vooral met Anne, want die had een gedicht voorgelezen. There isn't a war grave that is in a more beautiful place and better cared for. Ik vind het ook wel heel mooi dat die mensen gewoon steeds naar dit kleine dorpje komen om het te herdenken. Ja. Vind ik wel mooi. Misschien als ze er niet waren, was er misschien nu nog steeds wel oorlog. En daar moeten we gewoon heel erg dankbaar voor zijn.